En ja, zeker. Ik heb wel denk ik alles bezocht wat je bezoeken kunt daar. Ook dat, uh, dat pand wat gaat over de, de zwarte bevolking, wat in 2006... Nee nee, 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 daar moet je vooral niet heen gaan. Er zijn er, zijn er twee. Ik geloof dat is het, het, het Museum of Black History, maar nog erger was de Indian History, dus de, de Native Americans. Dat is één grote museumwinkel. Waar allemaal Indianen tooien kunt kopen en wigwams, en, opvouwbare wigwams en ik weet al niet wat, dat is niks. Maar ja, je hebt in Washington enorm leuke musea natuurlijk. denk alleen al aan het, het uh, ruimte, ruimte- en luchtvaartmuseum. Air en Space Museum. Ik weet niet precies wat het precies dat naam is. Dat ligt allemaal bij elkaar daar hè. En dat, uh, ja, dat ik... ligt allemaal aan de mol. Precies. Er is toch ook dat pand waar je dus uh, binnenkomt alsof je een schip waar die slaven of die tot slaven gemaakt altijd op zaten. Daar ben ik nooit geweest. Dat is misschien nieuw. Daar heb ik geen idee van. Het is dus in 2016 pas geopend door Obama. Dus ja, je... ik ben sinds die tijd niet geweest. Nee. Ik weet niet wanneer ik voor het laatst geweest ben, 2.12 of zo. Mm, ja. ja, mijn familie heb ik nog wel bezocht daarna, maar ik ben niet meer in Washington geweest. Ja, ik... maar Washington is een hele fijne museumstad, ik kan het warm aanbevelen. Ja. Dus dat zeg ik, er zijn heel weinig Amerikaanse steden waar ze geen. Los Angeles, geweldige musea. Chicago, geweldige musea, leuke stad ook. Allerlei opzichten, beter dan zijn reputatie. Dit, dit pand uh, werd genoemd, waar je dus zeg maar binnenkomt alsof je onder een schip binnenwandelt. Uh, als uh, inspiratie voor Nederland wat we nu moet met die excuses rondom het slavernijverleden moeten. Ah, nou, het is wel goed zo, zou ik zeggen. Nou ja, het moet toch beginnen, hè, het jaar? Of het ja. is nu begonnen eigenlijk. Uh. Ja, je weet dat we zouden een historisch museum bouwen daar bij Arnhem. En dat is allemaal slecht afgelopen. Nou, daar is best wel kritiek op. Dus Laten we, uh, we dat allemaal maar niet doen. Ik ja, de... ben daar niet zo voor. Ik ben niet voor politiek ingestoken musea, van welke aard dan ook. Maar schijnbaar is dit pand in Amerika, wat dus als voorbeeld wordt genoemd, is geen museum. Je, ze laten dus ook zien, als je dus schijnbaar boven de grond bent uh, uiteindelijk, wat de zwarte bevolking heeft bijgedragen aan het land. Dus het is, het is meer een nou ja, inspiratie. Ja, prima, ik het van harte toe. Maar dat wil niet zeggen dat ik een voorstander ben van een politiek ingestoken museum in Nederland. We hebben een eindeloze reisje gemaakt over dat ding in Arnhem. En toen bleek geloof ik de parkeergarage duurder te worden dan het hele museum. En ja, toen is het godzijdank allemaal afgeblazen. Ik zou zeggen, er zijn in Nederland ruim voldoende museale mogelijkheden om ons verleden, het unieke verleden van de republiek, om dat te gaan bekijken. Dat de slavernij wordt doodgezwegen of zo, dat is allemaal flauwekul. Maar de excuses zijn nu gedaan en nu komen de initiatieven natuurlijk om, om hier nog meer, dat heeft Rut ook aangekondigd hè, in zijn toespraak, om hier ja. meer mee te doen nog. Bewustwording voor 200 miljoen begrijp ik ze ja. zeggen. Besteed dat nou wat meer. Misschien kunnen we iets van het bewustwordingsgeld besteden aan het organiseren van een fatsoenlijke opvang voor asielzoekers in Nederland. Zodat we niet over 50 jaar excuses hoeven te maken voor de lamentabele opvang van asielzoekers in Nederland. Want dat is een zonderlinge paradox. Aan de ene kant niet waar, geven we excuses voor de verschrikkelijke dingen die we in het verleden hebben gedaan. Die inderdaad heel verschrikkelijk waren. Maar goed, wat ik van excuses vind heb ik al uitgelegd. En tegelijkertijd laten we een situatie beetterende wonden bestaan in het huidige Nederland. Waar we misschien ook op termijn ook weer excuses voor moeten maken. Ik zou zeggen, doe nu iets aan waar we nu iets aan kunnen doen. In plaats van bewustwording. Bewustwording die is er al lang. We om met slavernijverleden ja. bij je. Is dat zo? Ja, natuurlijk is dat zo. Behalve bij mensen die het sowieso niet in het verleden zijn geïnteresseerd. Maar als je toch ooit iets hebt gelezen over het verleden, dan weet je toch dat slavernij een wezenlijk bestanddeel is geweest van vrijwel alle samenlevingen. voordat de, de officiële slavernij is afgeschaft ergens in het begin van de 19e eeuw. En trouwens, we staan nog steeds, zoals we allemaal weten, allerlei situaties die nou, in ieder geval geen haar beter zijn dan de traditionele slavernij. Nee. Maar denk je dat mensen ook weten wat dat inhield? Ja, uh, denk ik wel dat ze dat weten. En hoe erg het ook was. Ja. Wie heeft nou niet die, die het boek over van Oom Tom gelezen? Uncle Tom's Cabin. Ik, als kind al, Uncle Tom's Cabin. Lees het nog eens. Wat, eh? wat is de, de conclusie van het boek? Dat de slavernij geen lolletje was. Dat snap ik, maar wat wordt het dan in ons omschreven? Ja, conclusie. Kijkt, dat, dat, dat het nuttig is dat het afgeschaft is. Oh. Dat moet je zien tegen de achtergrond van de ontwikkeling in de Verenigde Staten. Ja, maar dan ben jij bovengemiddeld geïnteresseerd in veel dingen. En, en heel veel andere Nederlanders interesseert het niet zoveel. Nee, dus moet je ze dan dwingen om zich wel te interesseren? Hoe ga je dat doen? Maak er maar een mooie TV-serie over. Die zijn dat toch wel geweest, of niet? Hmm. Nou ja, ik kan me wel voorstellen dat als, als je bewustwording aanstipt. dat je dan zegt. Ik ben niet gelukkig met, met, met de bemoeienissen van de politiek. met het historisch bedrijf. Laat de overheid thuis of met zijn poten vanaf blijven. Ja. Dat zou ik zeggen. Dat is allemaal dan. dat krijgt allerlei prioriteiten. en, en nuances die, die er niet bij horen. Maar ik denk dat ik dat heb nu... laatst uitgelegd wat een historicus te doen staat. En een historicus hoeft zich. Die, moet dingen onderzoeken, duidelijk maken, verklaren. Eh. Maar het is niet zijn taak om met een soort politieke zending het verleden te lijf te gaan. Dat leidt alleen maar tot ellende. Maar denk je niet dat bewustwording ook kan leiden tot een beter leven nu? Omdat nee, mensen... daar geloof ik geen bal van. Als nou die bewustwording, als, ik, maar voor mij mag het de bewustwording. als ze dan die ellende in dit, bij de opvang van asielzoekers gaan aanpakken. Dan pas bij je bewust van het feit dat je ook nu dingen doet die niet deugen. Maar als ik nou een zwarte collega altijd belachelijk zou maken... en ik zou een serie zien over het slavernijverleden en, en de gevoeligheden... zou ik me daar dan niet be beter in kunnen inleven en denken van... ik ga die mensen niet meer belachen? Ik belachelijk geloof er niks van. Als jij die zwarte collega belachelijk maakt, geloof je sowieso niet. En dan ben ik ervan overtuigd dat ook allerlei bewustwording niks zou helpen. In jouw geval. Uh, dat denk ik helemaal niet. Die, uh, die gezellige twitteraars... Yeah. Van de witte kinderen, zal ik maar zeggen. Daar helpt, dat helpt niks tegen. Dus jij denkt niet dat als Trouwens, bij al deze dingen, laten we dat eens even voorop stellen. Discriminatie om wat voor reden dan ook. Uh, identiteit, zwart, bruin, geel enzovoort. is in de afgelopen halve eeuw sterk afgenomen. Dus dat bewustwordingproces dat daait al lang. Ik heb uit? liever niet dat, dat het verleden in handen raakt van mensen die primair politieke motieven okay. hebben. Ja, ik, ik vraag me af of dat. Waar blijkt dat trouwens uit dat het is afgelopen? Uit de cijfers. Van? Nou ja, god, als, als je dat niet duidelijk is, dan zal ik nog. Ik heb net dat boekje gelezen van die zweet, hè? Factfulness. Daar kunnen we best eens een aflevering aan wijden. Het is verbazingwekkend in hoe positief is in de wereld veranderd is in de afgelopen halve eeuw, kan ik je verzekeren dat wij dat nou niet weten en dat wij dat denken dat het precies omgekeerd is dat alles erger is geworden dat we afkoersen op de totale ondergang en zo dat is, heeft, heeft weinig te maken met de werkelijkheid weet jij hoe uh, het onderwijs is ingericht op dit uh, thema hoeveel aandacht is er voor het slavernijverleden op middelbare scholen en misschien ook wel op basisscholen geen afscholen? idee dat hangt denk ik heel erg af van de, van de individuele docent sowieso geschied is onderwijs is sterk afhankelijk van de kwaliteit en de belangstellingen van de, van de zittende docent. Het ja, is toch een programma ook, wat ze zeggen moeten. Het is ook wel een soort programma, maar je weet dat we hebben in Nederland eigenlijk alle denkbare moeite gedaan de afgelopen 60 jaar om het, het geschiedenisonderwijs zoveel mogelijk te marginaliseren. Ik geloof dat er nu ook weer plannen zijn om dat uh, verder te verminderen. Dat is natuurlijk ook de dubbelheid, hè, dat we allemaal deftige commentaren in de kranten... de geschiedenis, belangrijk. En Rutte zelf is gedomme historicus en nou ja, kijk naar het onderwijs, vroeger was geschiedenis een verplicht vak en nu heb je van die, van die, van die, van die verschillende stromingen, hoe heet dat ook weer, de pakketten en je kunt zo een pakket organiseren waar geschiedenis niet in voorkomt, althans niet na de derde klas denk ik. Nee, wij, dat, dat, nogmaals, wij, wij spreken met dubbele tong in Nederland. Wij zeggen dat geschiedenis enorm belangrijk is. En we hebben het in het onderwijs gemarginaliseerd. Maar dit is misschien ook nog Omdat een Omdat we idee duizend en één dingen belangrijker vinden dan geschiedenis. Ja. Behalve als het politiek ingestoken is. Maar dit is misschien ook een ideetje hè, om de bewustwording hier nog wat op te krikken. Door wat geld te geven aan het slavernijverleden. Nog duidelijker uitleggen in de geschiedenis. Nou nee, niet, niet één onderwerp, de hele geschiedenis. He, je moet ook enorm oppassen dat je dingen niet uit, uit, uit het grote verhaal van de geschiedenis tilt. Niet waar. En, en, en speciaal in het zonnetje zet. Het is geen toneelvoorstelling. He, het, is, het, is een, het, is, het is een breed toneel wat volledig in het licht gezet moet worden. Je zult ook trouwens niks begrijpen van slavernij als je niet laat zien, niet waar, hoe de geschiedenis van het afgelopen halve millennium in elkaar zit. Want wat is de link dan daartussen? Nou, natuurlijk de Atlantische slavenhandel... de ontdekking van Noord- en Zuid-Amerika... En, en de producten die we daar zijn gaan verbouwen. En daarmee hangt dat allemaal samen. Omdat die indianen die gingen dood omdat ze griep kregen... en die qua bovendien eh, een slecht bestand tegen werkdiscipline en zo... vandaar dat ze dus eh, zwarte slaven uit, uit Afrika zijn gaan importeren. Hm. Ik las trouwens dat heel veel landen ons eigenlijk al voor zijn gegaan... ook met die excuses. He, Brazilië is ook al veel... Ja, wij weg. waren niet snel... Nee. Zoals je weet zijn we nooit zo erg snel. He? Was het ook weer een bekende, ja, eeuwig cliché. Het was niet heinig Die zijn van ja, het is heel fijn dat Nederland bestaat, want daar gebeurt alles 50 jaar later. Hmm. Dat is ook weer niet waar trouwens, maar goed. Nogmaals, het, het verleden is breder dan dat alleen. En en het alles politiek de politisering van het historisch onderzoek daar ben ik rond uit tegen